En ze hopen natuurlijk dat ze de nieuwe Messi of Ronaldo in huis hebben. Dus hartstikke leuk. 24 tot en met 26 mei staat Terborg voor de 43ste keer in het teken van het Terborg-toernooi. Tijdens het toernooi komen jeugdteams vanuit de hele wereld naar de Achterhoekse stad en mogen vertoeven bij families die zich hebben aangemeld als gastgezin. Als het aan de organisatie ligt, niet alleen een belangrijke, maar vooral ook een leuke rol. Wat wij het leukste vinden, waarom wij het doen, want ik ben niet alleen coördinator, maar we zijn ook al jaren gastgezin. De contacten met de jongens, die vaak ook blijvend zijn. De interactie tussen vaak de gezinnen met de kinderen. Je zoekt elkaar van tevoren op via de social media, dat blijft daarna vaak ook nog. En ze zijn bijna altijd heel dankbaar en oprecht gewoon blij dat ze gewoon in het gezin kunnen zijn. Voor het hele gezin is het een bijzondere ervaring. De kinderen vinden het vooral heel bijzonder om potentiële voetballegendes aan de keukentafel te hebben zitten. Het is vooral heel erg leuk voor de jongens. Want je hebt potentiële profvoetballers in huis. Dat is een andere cultuur. En dat is allemaal spannend. En ze hopen natuurlijk dat ze de nieuwe Messi of Ronaldo in huis hebben. Dus hartstikke leuk. Nou ja, ze zijn natuurlijk best wel goed. Want daarom spelen ze natuurlijk ook bij Palmeiras. En het is gewoon mooi, want misschien gaan ze later wel in het echte voetbal spelen. En daarom is het zo bijzonder. Ondanks dat de Braziliaanse voetballers met open armen werden verwelkomd, blijft er altijd een taalbarrière. Een barrière is er sowieso, want ze spreken nauwelijks Engels. De jongens niet, de begeleiding vaak wel. En dan heb je handen en voeten gelukkig en Google Translate en andere apps. En dat vindt eigenlijk altijd vanzelf zijn weg wel. Ja. Een van deze twee jongens spreekt een paar woordjes Engels, maar voor de rest is het veel Google Translate dan maar. Maar daarmee redden we ons prima. En uitgebreide gesprekken zullen het niet worden in ieder geval. En dingen zoals een hutspotje of een boerenkool? Daar doen we niet aan. Daar zijn we overigens zelf ook geen groot fan van. Dus het is veelal pastaatjes, gebakken eieren, een beetje sportersmaaltijd. Naast het taalverschil zien de Brazilianen ook een paar andere grote verschillen. I think the main difference is the culinary culture and the weather. And how do you like the Dutch food and the Dutch weather? It should be quite honest, we missed Brazilian food, but we adapted quickly. Uiteindelijk zijn voor de spelers van Palmeiras dit soort dingen bijzaak en zijn ze gekomen voor één doel: winnen. We came to be champions. Of course, it will be difficult, and we know the quality of the other teams, but we are prepared to our best on the field.